Dus ik moet hem nu in de rijst gaan leggen. Goedemorgen. Wij worden echt prachtig wakker in Frankrijk. Kijk, ik weet niet of je het kan zien. Dat kan je zien. Het regent heel erg hard. En gisteren was het erger, maar dat hebben jullie al gezien. Ja, dat was echt storm. Dit is gelukkig alleen regen. De tenten blijven hopelijk staan. Ja, denk het wel hoor. Ja. Maar het is echt... We werden wakker, gingen even zitten en was gelijk... Oké, er komt storm aan. Er komt storm aan en paniek. En toen gingen we volleyballen, was leuk. En toen ging het een beetje hard regenen, dus zitten ze in de camper. Als het droog is, gaan we weer naar buiten en dan zien we jullie zo wel. Het is inmiddels, zoals je kan zien, al wel redelijk opgeklaard. De tent zijn wel nog nat, maar we gaan nu eventjes douchen. En dan gaan we waarschijnlijk naar het stadje hier in de buurt. En misschien gaan we nog vandaag zwemmen, maar dat weten we nog niet zeker, want het is nu nog niet heel erg lekker weer. Maar als het wel lekker weer is, gaan we zeker zwemmen. We zijn nu eventjes naar de recreatie, bla bla bla, centrum gegaan. Dus we kunnen even pingpongen. Daarna gaan we, denk ik, naar het dorpje toe. Of zwemmen, ligt eraan, want het wordt al wat warm. Net stormde het heel hard. Nu is het al 25 à 30 graden alweer. Dus we moeten even kijken of we gaan zwemmen of naar het dorpje gaan. Maar nu gaan we echt pingpongen. Oké, als eerst voor de surf. We hebben, zoals jullie net zagen, eventjes tafeltennis. We hebben nog iets van 5 potjes in totaal gespeeld. En ik heb gewonnen met 3-2. We gaan nu denk ik of zwemmen in het zwembad. Of we gaan zwemmen daar bij de rotsen. Maar dat zie ik, kijk wel. Oké, we gaan nu eventjes naar de rots toe. En dan gaan we zwemmen. Ik ga met mijn GoPro filmen. Ik hoop dat hij het doet. Want ik heb hem geplakt. Maar ik weet niet zeker of hij helemaal waterdicht is. Ik weet ook niet hoe goed het geluid is. Maar dat zien we vanzelf wel. Dus tot bij de rots. Ik heb net heel eventjes 5 minuutjes de GoPro uitgeprobeerd in het water. Maar even een tip, probeer niet een hoesje van 50 euro na te maken, want het werkt niet. Dus ik moet hem nu in de rijst gaan leggen. Ik hoop dat hij het gaat redden, dus ik ga het eventjes in de rijst stoppen. De rijst erin. En nu de GoPro zelf in de rijst. En de batterij ook. Zo. En nu hopen dat hij het redt. We zijn nu onderweg naar Ruoms. Dat is een stadje hier in de buurt. En we gaan daar even wat eten. Hoi Bo. Bonjour, je m'appelle Bo. Et j'ai 17 ans. Et j'aime le free running. Maar in ieder geval, Bo denkt dat hij Frans is. Maar we gaan daar dus heen. Lopen. Het duurt ongeveer een half uur. Dat is best wel lang. Maar we komen er wel. Het is wel jammer dat ik nu 2 dagen al niet heb... Ja, 1 dag heb ik wel kunnen filmen. Toen, dat is op Bo's telefoon toen. Maar dat is niet de beste kwaliteit. En het geluid was een beetje jammer. Maar ik ga wel proberen de volgende keer als ik naar Super U ga... Dan rijden we iets verder door en dan rijden we echt naar een winkel waar je echt GoPro spullen hebt. Zodat we dat wel kunnen filmen. Want dat is wel echt vet. Droom was ook echt heel vet geweest, want dit is echt de mooiste. Zijn de mooiste plekken die hier. Dit is de mooiste plek die hier is. Zowat om dat te filmen. Maar nou, we lopen, dus jullie zien wel even een paar shots daarvan. We doen af en toe onderweg wel wat flips. Als we een leuk plekje zien. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history. We zijn nu in het stadje. We zijn nu op zoek naar een mooi tentje om wat te eten. Inderdaad.
Kijk, maar je kan wel echt zien, dit is echt zo'n stadje. Gewoon zo gezellig, weet je wel. Echt Frans. En hier is een vrierenspot. And we gonna check it out, maybe. Oké, volgens mij hebben we nu een tentje gevonden. We waren eventjes in het speelgoed drinken, want wij zijn gewoon cool. We waren even checken, maar zij hebben al een tentje gevonden. Wij lopen nu achterna. Maar Mees, flipcheck. Oké, dat deed hij gewoon. Let's go. We gaan nu eventjes eten. We zitten nu aan de tafel, we gaan iets bestellen. Wacht, ik wil het uitleggen. Wisten jullie, laat het even weten, dat de vrouwen in de hoek moeten zitten en met de mannen eromheen bij een ronde tafel? Nee? Oh ja, dat wist ik ook niet. Weet je wat hij gaat doen? Nee. Hij gaat heel hard aardappel. Aardappel! Waar wordt het zelf gemaakt? Het eten is er. Lekker pizza. Dus wij gaan. Hey, we zijn net klaar met eten. Staat hij scherp? Hij staat best wel scherp nu. En we gaan nu even kijken. Er zijn iets van zomerspelen of zo met worstelen en andere sporten. En vrierunning. En dan gaan we kijken. Ja, want wij zijn vrierunners, dus wij gaan vrieren. We gaan even kijken daar. Mees, flipcheck. 5, 4, 3, 2. Doe dat niet. Dat kan gewoon. Het is gewoon mogelijk. Zo. En nu doe ik eigenlijk weer flaskikken. Ik hoorde daar al een muziek. Hier achter mij zijn die zomerspelen. Maar ik vind het niet heel interessant, want het is stiervechten en zo. Ik hou sowieso niet heel erg van mensen die dieren gebruiken voor eigenlijk onnuttige dingen. Dus ik ga dan ook gewoon niet kijken. Ik vind die eng of zo, ik vind die vies, maar ik vind het gewoon een naar idee dat ze dat doen. Dus daarom gaan we niet kijken bij zomerspelen. Ik ga het ook niet filmen, want het is niet interessant genoeg, vind ik. Want ja, wie wil er nou dieren zien lijden? Dus ik zie jullie wel waarschijnlijk terug bij de camping. Oeh, licht. Nice, we gebruiken gewoon even deze mooie lamp. Het is nu 12 uur bijna. We zijn klaar voor vandaag met alles wat we hebben gedaan eigenlijk. We hebben lekker gegeten in het dorp. Mensen schijnen op ons met een laserlamp, maar niet uit. Het is alleen jammer is natuurlijk dat we geen GoPro hebben die we kunnen gebruiken. Dat gaan we proberen, ik probeer het wel te regelen. Volgende week hebben we hem sowieso. Maar ik weet deze week weet ik nog niet zeker. We waren trouwens in de winkel en daar hadden ze ze wel, maar die waren nu op dit moment uitverkocht. Dus hij heeft ze waarschijnlijk volgende week. Ja. Dus als hij ze dan heeft, dan zou het chill zijn. Klopt. Als hij het niet heeft, dan moet ik dus gewoon een andere GoPro kopen. Die hetzelfde is ongeveer, alleen gewoon iets goedkoper. Ja, maar ja. Maar dat was het. Komt sowieso wel goed. We maken sowieso nog wel echt dope beelden met die rotsen. Ja. Want dat moet gewoon gebeuren deze vakantie. En we gaan nog gewoon natuurlijk kanoën filmen en zo. Ja, precies. Wordt nog wel echt vet. Yes, maar we zien jullie morgen bij de volgende vlog.